Welkom bij Nox' Spellenzolder, leuk dat jullie weer kijken. En dit keer wil ik met jullie een blik werpen op de eerste uitbreiding voor cacao, genaamd Chocolatl, uitgegeven door White Goblin Games. Dit is een spel voor 2 tot 4 spelers waar je ongeveer 45 tot 60 minuutjes mee zoet bent. En deze eerste uitbreiding biedt ons 4 modules die we kunnen toevoegen aan het basisspel om zo het spel weer iets te veranderen en weer nieuwe mogelijkheden te geven. Zo hebben wij de hutten, de bewatering, de chocolade natuurlijk en de landkaart module die je afhankelijk van jouw smaak kan toevoegen. Dus laten we maar eens gaan kijken wat er in het doosje zit. Ook deze uitbreiding is bedacht door Phil Walker Harding, die ook achter het basisspel zit. En we krijgen de spelregels, kort maar krachtig, waarin de verschillende varianten simpel uitgelegd worden. En alle verschillende huttegeltjes eventjes wat extra tekst en uitleg krijgen. We krijgen de landkaarten, 20 goudstukken, de hutjes, de chocolade speelstukken, een aantal nieuwe tegels voor de verschillende modules, de bewatering en natuurlijk de chocolade en het landkaartbordje. Dat is wat we krijgen. We zullen snel de modules één voor één even bekijken. De eerste module is de landkaarten. Daarvoor gebruik je deze landkaartfiches en dit minibordje. Elke speler begint het spel met 2 landkaartfiches. We schudden de gebruikelijke hoeveelheid tegels. We leggen er zoals altijd 2 open. En daarnaast leg je er nog eens een keer 2 open op dit spelersbordje. En als een speler tegels nodig heeft om posities op het speelbord op te vullen, dan gebruik je altijd 1 van deze 2 vrije tegels. Maar je mag nu ervoor kiezen om een van jouw landkaarten in te zetten om een van de tegels van dit landkaartenbordje te plaatsen in plaats van de 2 vrije tegels. Je hebt 2 van die fiches, dus je zult een beetje zorgvuldig moeten zijn. Daarnaast, als je gaat aanvullen, dan schuift alles gewoon door. Dus je hebt iets meer zicht op wat er allemaal aan zit te komen ten opzichte van het basisspel. Maar dat is de eerste module. De tweede module is de bewatering. Daarvoor gebruiken we deze fiches. In een 3- en 4-speler spel haal je de tegels eruit waar 2 cacaovelden op staan en 1 veld met 1 cacaoveld. En die vervang je door deze tegels. Bij een 2-speler spel dan haal je alleen de 2 cacaovelden eruit en die vervang je door 2 van die watertegeltjes. En belangrijk, als je deze tegels gebruikt, dan vervang je de 2 markt bij de startopstelling door 1 van deze tegels. Hoe werkt het? Als jij een tegeltje aanschuift en zodoende met een stamlid aangrenzend komt aan een veld met deze bewateringen, dan mag jij 1 stapje achteruit gaan op het waterdragerspoor en daarvoor krijg jij 4 keer een cacao. Nou, je zit nog steeds aan de beperking, dus daar moet je wel even rekening houden. Je hebt ruimte voor 5, dus heeft dat geen zin als je dat niet kwijt kan. En als je al op min 10 staat, dan kun je uiteraard niet nog een keer een stapje verder naar achteren. Maar zo kun je een grote hoeveelheid cacao naar binnen halen door gewoon 1 stapje achteruit te gaan op het waterspoor. De derde module. Dat is de chocolade module. Daarbij krijgen we deze 2 nieuwe soorten tegeltjes. Bij deze tegels mag je, als je aangrenzend ligt met een stamlid, een cacaoboontje omruilen voor een reepje chocola. En deze reepjes chocola, die kun je dan vervolgens, als jij deze tegels tegenkomt, dat zijn de zogenaamde chocoladekeukens. Als jij aangrenzend komt met een stamlid aan een chocoladekeuken, daar kun je gewone cacaobonen verkopen voor 3. Maar blokken chocola zijn maar liefst 7 munten waard. Dus dat is weer een nieuwe manier om punten te scoren en je cacao om te zetten. En de laatste variant, dat zijn de hutten. Aan het begin van het spel ga je alle hutten in je hand houden en die laat je vallen op tafel. Je zult zien dat elke hut dubbelzijdig is en afhankelijk van hoe ze vallen zijn dat de zijdes die je gaat gebruiken. Dan sorteer je de hut even op kosten, zodat het makkelijk is om te zien hoeveel een hut ongeveer kost. En tot slot mag elke speler aan het einde van zijn of haar beurt altijd 1 hut kopen. Je betaalt gewoon de prijs die hier bovenaan staat. En je mag zoveel hutten hebben als je wilt. Je mag alleen nooit 2 hutten hebben die dezelfde eigenschap hebben. En die hutten geven je speciale mogelijkheden. In dit geval krijg je, als je bij een markt van 2 verkoopt, mag je je cacaoboontjes verkopen voor 3. Als je je mannetje, je waterdrager, op de 16 weet te krijgen aan het einde van het spel, krijg je 4 extra punten. En deze hutten die geven gewoon extra geld. Want aan het einde van het spel krijg je nog steeds het goud wat de hut jou gekost heeft aan punten. In dit geval 4. Maar dit soort hutjes zijn dus 14 punten. Plus 4, 20 punten. Plus 5, 24, plus 6, etc. Dus zo heb je allerlei verschillende mogelijkheden vanuit de hutten, waar je je goud dus ook nog een keer aan kunt spenderen. En die dus ook tijdens het spel verschillende acties en mogelijkheden geven, waar je gebruik van kan maken om nog meer of op andere manieren punten te scoren. Maar dat zijn de 4 modules uit de eerste uitbreiding Chocolatl. En dan komen we weer bij de vraag: is het de moeite waard om de Chocolatl-uitbreiding toe te voegen aan het basisspel? Absoluut. Het geeft 4 simpele modules die gemakkelijk te implementeren zijn, maar die allemaal op een andere manier het spel toch weer opnieuw uitdagend maken. Ik vind het omzetten van de cacaoboontjes naar chocola en die dan in de chocoladekeuken voor meer geld verkopen leuk. Zeker in combinatie met de bewateringstegels vind ik dat een hele leuke mix. En daarnaast ben ik ook erg gecharmeerd van de hutjes, omdat die gewoon een extra mogelijkheid geven om met dat geld wat je verzamelt al gelijk acties te doen. En ga je daarbij investeren in mogelijkheden die tijdens het spel benut kunnen worden, of ga je proberen grote klappers te maken die pas aan het einde van het spel zich laten uitbetalen. Die keuzes die vind ik erg leuk. En eigenlijk ook de landkaartuitbreiding in alle eenvoud. Die voegt gewoon 2 extra tegeltjes toe aan de beschikbare markt die je niet mag pakken tenzij je 1 van je 2 landkaartfiches inzet. En voor de rest heb je iets meer zicht op wat eraan zit te komen. Dus die maakt het spel nog weer wat tactischer. Allemaal redelijk gemakkelijke variaties die je naar hartelust kan mixen en combineren met het basisspel, om het zo aan te passen aan de smaak van jezelf en de groep mensen waarmee je speelt. En je kunt heel gemakkelijk zeggen: de hutjes doen we wel, chocolade doen we niet, bewatering doen we niet en landkaarten doen we wel. Of wat voor mix dan ook. Ze zijn vrij simpel en als je het basisspel een paar keer gespeeld hebt, dan vergt het weinig moeite om deze door te hebben. Het enige wat ik minder vind is dat de uitbreiding niet echt iets bijzonder vernieuwends toevoegt aan het basisspel. Het zijn leuke mechanismes die uitstekend werken en echt wel weer het spel op een andere manier tactische laagjes geven. Maar om nou te zeggen, het wordt er iets totaal anders door, of ik krijg een extra laag diepgang. Nou, dat gevoel had ik net weer niet. Neemt niet weg dat het er absoluut 4 toffe varianten zijn die je kunt toevoegen aan het basisspel. Sterker nog, je kunt zelfs een mix gaan maken waardoor je nog meer mogelijkheden hebt om het basisspel op weer een nieuwe wijze te spelen. En het is om die reden dat dit een uitbreiding is die ik van harte kan aanraden als je geniet van cacao en zegt dat mechanisme, die eenvoud, dat vind ik heel erg leuk. Dan zijn dit uitbreidingen die daar gemakkelijk bij passen en je basisspel toch weer wat nieuwe mogelijkheden bieden zonder te veel te veranderen. En het is om die reden dat ik Chocolatl een 7 heb gegeven. Nox' Spellenzolder.